Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door restaurant City Hall. R-U-D-O. Rio. Kan jij nog een zin doen met een piep erin? Ik vind de burgemeester piep. Ja, als ik terug kon in de tijd, dan wel met jou. Nou, we gaan beginnen. Ben je er klaar voor? Wat is er? Ja, welkom bij een nieuwe aflevering van Rudo. Vandaag. Dit is de intro. Intro? Dit is de intro. Zeg maar welkom bij Rudo. Welkom allemaal. Leiden laat je linken. Rudo! Rudo! Hartstikke idee. Ik hoor opeens mijn naam. Ja, nee, dat je wel saai, maar ik ben helemaal gek voor jou. 100%. Oh, echt? Nou, dat vind ik leuk om te horen. 100%. Het zou toch vervelend zijn als je naar me toe kwam en zegt, wat ben jij een vervelend mannetje? Nee. Nee, ik vind je echt werelds. Nou, leuk. Ja. Maar wordt het ook opgenomen? Ja, daar is zij van. Ja, dat vind ik ook helemaal werelds. Mensen zien haar meestal niet. Nee. Maar dat is dus Brigitte. Ja, Brigitte. Ja. 100%. Die hobbelt dan de hele tijd achter me aan. Ja. En die neemt het op. Nou, echt gezellig. Ja, echt waar. En ja. Wie is deze groep hier dan? Nou, dit zijn echt mijn beste vrienden. Dit is Bianca vooral. Maar Bianca nu voor de camera komen. Wil ze dat niet? Nee, dat durft ze niet. Nee, maar ze is helemaal niet zo verlegen. En dit is mijn beste vriend. En dit is mijn vriendin. Is dat jouw vriendin? Ja. Nou, ja. Dat heb je goed gedaan. Ja, zeker. Ja. Dus. En ze willen allemaal op de camera, maar ze durven het waarschijnlijk niet. Nee, ik weet niet. Maar jij durfde het wel. 100%. En ik vind het leuk je even ontmoet te hebben. Nou, toppie. Rudo. Rudo. Wat is er met je haar gebeurd? Een kleine transformatie gehad. Ja, maar wat vertel. Nou, dit is Naomi. Die hoort bij Rutger is even fanboy aan het spelen. Hi, hallo. Ja, ik kom zo nog even bij jou ook. Oh, dat is goed. Maar we kennen jou met stijl haar. Ja, lang haar in ieder geval. Ja. Ja, ik was zat. Werd te warm. De krullen werkten niet meer. Dan moeten we iets nieuws proberen. Krullen werkten niet meer. Dit zijn krullen, toch? Ja, maar toen het lang was niet meer. Maar ik heb nog wel het probleem dat nu niemand meer mij heel snel herkent. Dus... Maar dat is ook wel lekker misschien. Ja, ik vind het niet zo erg hoor. Hey, maar meestal is het als een vrouw haar kapsel verandert, komt er een nieuwe fase in haar leven. Ja, wie weet. Ja, geen idee eigenlijk. Ja, voor mij denk maar, ik niet. Is Rut al op zijn knieën gegaan? Nee. Gaan jullie verhuizen? Nee, we wonen nog goed daar. Lekker rustig ook. Ja, op de camping in... In Maasbommel. Ja, bij Nijmegen. Heerlijk. Lekker vakantiegevoel elke dag. Maar hij is nog niet op de knieën gegaan. Wil jij? Ik wil wel. Dat weet hij ook. Dat weet hij ook. Maar wil hij? Hij wil ook wel. Alleen het officiële moet nog gebeuren. Maar wat is... Hij luistert nu toch niet? Wanneer is het nou voor jou het meest romantische als hij je vraagt? Als we samen zijn. Ja, dus het is niet wat hij van het publiek is. Het hoeft niet voor een volle Ziggo Dome. Nee. Zou je dan nee zeggen? Nee, dat niet. Maar je zou er nou wel boos worden? Nee, ook niet. Maar ik zou het wel mooi vinden als het gewoon intiem is. Ik hoef niet iedereen erbij te hebben. Ik zou hem zo nog wel even hinten. Ja. Over wat voor periode praten we dan? Hoe lang wil je nog wachten? Oh, ik hoef niet te wachten. Maar van jou mag het... Het mag gewoon. Oké. Okay, ja. Ik... Zo meteen subtiel als ik ben, komt goed. Helemaal goed, dankjewel. Rio! Deze twee? Ja, oh, pas op! Nee, ik niet! Ja, maar jij staat het, hallo, jij staat het te arrangeren. Wie zijn dat dan? Nee. Wie zijn dat? Wie? Dat zijn mijn moeder en mijn man. Jouw moeder en je man? Ja, mijn moeder en mijn man. Okay. Dus jij bent haar moeder? Ja, ik ben haar moeder. Maar op zich ben jij ook wel haar, maar dan met rood haar. Maar bruin haar. Jullie lijken wel op elkaar. En dit is dan haar man. Ja. Oh, ze durft het. Dat is mijn schoonzoon. Heb je een beetje een leuke band met hem? Ja, zeker. Ja? Ja. Nou, je hoort het ook. Zal ik eens vragen of hij jou ook leuk vindt? Dan? Ja. Wat vind je van je schoonmoeder? Oh, ja, goed. Ja, nee, op zich. Dat komt wel overeen dan inderdaad. Ja, dankjewel. Hey, moet ik weer weg? Ja. Oh, ja, nee. Ja, Rio! Hallo! Hoi! Alles goed? Ja. Hoi! Jij staat lekker dicht bij de bar. Ja, wat denk je? Tuurlijk, altijd. Ja. Nou, je kan het hier ook wel goed zien. Ik heb precies alles, zo drank, wat moet je nog meer? Ja, leuk. Gezelligheid, ja toch? Samantha Steenwijk die loopt er rond op het podium. Toppie, maar iedereen, elk artiest is goed toch? Maar luister je dan ook Unity NL wel eens? Ja, altijd. Ja? Ja, tuurlijk. Goed muziek toch? En welke artiest vind je dan het leukst om te horen?
Maakt mij niet uit als het maar Nederlandstalig is. We hebben Unity NL, dat is een radiozender met 24 uur per dag Nederlandstalige muziek. En elke dag presenteer ik tussen 10 en 11 presenteer ik de koffieshow. Dan ga ik maandag voor jou een plaatje draaien. Als je een plaatje gaat draaien, dan wil ik Willem Bart horen. Willem Bart? Maakt het dan nog uit welke? Nee, dat maakt niet uit. Alles is goed. En wat is jouw naam dan? Sophia. Sophia, maandag 10 voor half 11. Ga ik luisteren voor je. Rio! Nou, dat is een tijd geleden. Dat is heel lang geleden. Hoe is het? Goed. Ja? Ja. En je komt erin en kom dan lekker aan deze kant. We hebben toen de Engelbewaarder samen gezongen, weet je nog? Ja, dat weet ik nog wel, ja. En dat is nog steeds een hele grote hit, hè? Ja, zeker. Dus, maar je zit hier wel... Kijk, want als de camera nu zakt en we draaien dan om, je ziet helemaal niks. Nee. Dus waarom zit je zo laag? Ja, gewoon ik kan gewoon even zitten. Ja, dat is wel lekker. Ik heb de hele middag al gestaan. Dus, en hij hoort bij jou? Ja, nee, een goede vriend gewoon. Nee, ja, dat bedoel ik, maar jullie horen, jullie zijn wel... Ja, we zijn met een hele groep. Bianca, kijk eens wie hier is. Hey! Hallo. Hallo. Gezellig, hè? Ja, zeker gezellig. Ja, heb je al een beetje mee staan zingen en doen? Ja, tuurlijk. Ja, wat is er? Dit is mijn beste vriendin. Dit. Hallo allemaal. Het is wel weer heel gezellig, maar de muziek moet wel wat harder. Ja, nou, dat vind ik ook. Ja, we kunnen hier gewoon op normaal niveau praten. Ah ja, dat. Ik denk dat het niet harder mag, denk ik. Oké, we hadden toch een andere burgemeester? Ja, maar die is ook zo weer weg. Die gaat in september alweer. Er is eigenlijk ook een piep. Oh, je piept hem zelf al. Piep, ja, piep, piep. Kan jij nog een zin doen met een piep erin? Ik vind de burgemeester piep en ik vind Leiden ook heel erg gezellig, maar de muziek is piep en... De artiesten zijn wel leuk, maar sommigen die kunnen piepen. Rio! Kijk dan joh, het is toch... Het is helemaal niet zonnig. Nee, ja. Maar scherpe lucht. Ja. Scherpe lucht? Moet ik even afdoen. Kijk. Het gaat zelfs regenen joh, doe maar nee, snel joh. Weer om. Nee, blijf droog, Nee, echt niet. En wedden? Oké, waar wedden we om? Biertje? Ja, afspraak. Maar dan drink ik wel spa rood. Blijf droog, blijf droog. Het spettert toch nu al? Nee. Jij zegt dat droog blijft. Dat is luchtvocht. Sinds wanneer ben je weerman geworden dan? Sinds wanneer ben je weerman geworden dan? Vorige week. Sinds vorige week. Hé, hoe is het? Je staat lekker achteraan een beetje. Ja. Kan je het wel lekker overzien. Overzicht. Ja, dat is wel waar joh. Hey, veel plezier. Ja, jij ook. Rio! En dan gaat hij. Het is de eerste keer. Dit was van het Songfestival hè. Ja, een Rotterdammer, Franklin Brown. Is dat een Rotterdammer? Ja, zeker. Maar dan ben jij ook een Rotterdammer. Ja, zeker. Hoe kom je dan in Leiden terecht? Ja, mijn meisje, hè. Mijn meisje. Rio! Ben je er klaar voor? Ja, zeker ben ik er klaar voor. Ja? Zeker, ja. En het is niet gaan regenen. Nee, we hebben het lekker weggeblazen hier. Ja. Hey, zo meteen, ik heb er wel heel veel zin in. Ja, want ik ook. Als jij er bent, is het wel altijd feest. Nou, dankjewel. Ik probeer altijd mijn best te doen. Ja, en Leiden blijft voor jou natuurlijk ook bijzonder. Maar ja, want je meisje komt hier vandaan. Ja, het is eigenlijk een beetje mijn tweede thuis. En jij zou hier het liefst heen willen, toch? Heel eerlijk, ik zou het liefst hierheen willen. Maar ik krijg ze nog niet zo ver. Dus als mensen even een berichtje sturen naar Unity, halen we zo. Ja, want die camping zit je wel goed, toch ook? Jawel, dat is heerlijk, zeker met dit weer. Maar ik vind het wel gezelliger zo in de stad. Hey Rutger, wat ga je zo zingen dan? Nou ja, onder Helena kom ik niet uit. Nee, hey, Helena, ja. Maar mijn nieuwe single komt voorbij. Een dikke 10. En ik denk Malle Pietje ook nog wel even. Nou ja, Malle Pietje moeten we ook nog wel even. Zeker. Hey, nou, hoe lang zijn jullie nu inmiddels bij elkaar dan? 3 jaar. Komt er nog een huwelijk? Ik ga even boodschappen doen. Nou, ik heb Naomi er net namelijk al over gesproken. Ja. En die staat er wel voor open. Nee, ja, zeker. Ik sta er zeker voor open. Als ik het met één iemand heel graag zou willen, zeker met Naomi, absoluut. Ja, ik heb alleen wel een tip. Als je ooit in de Ziggo Dome staat, ze doet het liever dat je op je knieën gaat als je samen bent. Nee, dat weet maar ik. Maar dat wist je al? Dat wist ik, ja. Nee, ik weet je, ik ben eigenlijk helemaal niet zo romantisch, maar... Ik vind jou dus wel romantisch. Nou, als wij jou in de soap volgden toen en ik geloof in mij, jij zorgt wel heel goed voor je vrouwtje. Altijd. Nou, dat wel, maar dat vind is ik ook wel romantisch. Ja, maar dat vind ik wel heel belangrijk. Maar ik bedoel, ik vind ook dat ze niks tekort moet komen. Daar werk ik keihard voor. Maar nee, ik zou het liefste wel
voor mij op de bühne doen. Want van mij mag de hele wereld het weten als ik dat vraag. Maar ik snap ook dat ze het voor onszelf wilt houden. En dan de belangrijkste vraag. Heb je nog aan me gedacht? Jazeker. Ik heb hem in de auto liggen. Serieus? Dus ik kom hem morgen langs brengen bij je. Oh, wat goed. Ja, ik had jou niet vergeten. Oh, gelukkig maar. Dan heb ik vast de hele avond al een soort van de spanning. Nou, hij krijgt een collectors item, hoor. Ja, wat heb je nou ook een webshop dan? Ik heb een webshop, ja. Nou, even snel. www.olyfan... Nee, Greetje. www.rutgervanbarneveld.nl. En dan op webshop heb je hartstikke leuk. En dan kan je een olifant met olifantenslip met een slurfje kopen. Met een slurfje. Heel klein slurfje. Rio! Hallo. Hallo. Rudo! Harder. Ja, wat moet je? Rudo, harder. Rudo! Zeg het maar. Heb je het een beetje naar je zin, vriend? Ja, Wat ben jij nou aan het doen? Schakertje, terug van de mouw. Ik schrok echt van hem. Je schrok niet van mij, van hem. Ja, van hem. Ja. Maar heb je het een beetje naar je zin? Ja, gezellig man. Ja, leuke muziek hoor. Ik vind het leuk, ik vond mij Pietersen ook leuk. En Pietersen, ja, die komt uit Den Haag, hè? Ja, ik ook niet. Jij komt uit Leiden. Ja, geboren. Wie zijn dit dan? Dat zijn... Je kinderen? Nee. Oh. Van mijn kameraad van mij. De kinderen van een kameraad van mij. De kinderen van je kameraad? Ja, van mijn beste kameraad. En ben je nog bij de Beurbakken toch geweest? Ja, gisteren. Zaten er mooie boten tussen, hè? Ik vond het echt top. Ik maak alleen die muziek een beetje hard. Zo, ja. Ja, maar dan kom ik gewoon een dagje ouder. Sommige boten hadden het wel echt heel hard. Ja, gewoon helemaal gek, man. Maar hij was wel mooi, hoor. Ja, toch? Ja, top. Een echte Leidenaar, die gaat naar Leidens Ontzet en naar de Lakenvee. Ja, en hier, dit is het belangrijkste. Ja, lekker meezingen. Het Rinktober. Rio! Hallo. Hi. Net stond je nog achteraan. Ja, maar dat gaan ze allemaal voor je gezicht staan. Ik wil ook helemaal niks meer zien. Nee, want jij kan niet staan natuurlijk. Nee. Maar je bent nu een beetje zo langzaam naar voren geschoven. Ja. En blijf je hier nou tot het einde staan? Nou, niet tot het einde. Oké, nou veel plezier. Ja, dankjewel. Rio! Wat zeg je? Ga je de foto mee? Moet je op de foto? Ja. Oké, we gaan heel even op de foto. Eén momentje hoor. Moeten we dan lachen? Of... Ja, doe maar. Oké, even lachen. Hij staat niet aan. Nee. Wie ben jij dan? Willem. Willem, en met wie ben je? Met je vrouw? Met mijn vrouw, ja. Gezellig. Ja. Nou, ga even op de foto. Komt ie? Gisteren hebben we op DGB gezeten. Is die gelukt? Ja. Gisteren hebben we de boot op DGB gezeten. Bij de Beurbakken toch? Ja. Zat jij op de DZB-boot? Ja. Dan heb ik naar jou gezwaaid. Dat zag ik al, ja. Want ik heb staan zwaaien naar jullie. Ja, weet ik. Dus nou, heel veel plezier. Ja. Heel leuk, ja. Doei. Rio! Hallo! Hallo! Hoe is hier? Hallo! Ja, dat is echt de perfecte timing. Ja. Is dit wel een beetje jouw muziek zo? Absoluut niet! Ik heb hier nog nooit van gehoord, maar het is heerlijk, want je kan zo meezingen. Maar dit ken je toch wel? Nee. Hoe oud ben jij? 29. Kom op, René Vroeger. Ik heb geen flauw idee. Okay, maar dan wat voor muziek ga je normaal dan? Huh? Nou, wat voor muziek ga je normaal dan? Ja, ik luister wel hip-hop en jazz en zo, maar ik vind het wel leuk, want je kan zo meezingen, weet je wel. Je timing met hello was... Kijk, dat bedoel ik. Ja, beter kan het niet, hè. Hey, dit zijn je vrienden? Dit zijn mijn collega's. Je collega's? Ja. Oh, en waar werken jullie dan? Hetzelfde werk als zij. Ja, nee, dat is meestal als je collega's bent natuurlijk. Er komt niks zinnigs uit daar. Ja, nee, waar werken jullie dan? Wij werken bij de LOI en de NTI. Oh, de opleider. Ja, die. Oh, nou ja. Hey, veel plezier. Huh? Veel plezier nog. Dankjewel, jij ook. Dankjewel. Doei. Rio! Ja, het refreintje moeten we even keihard meezingen, ja? Oké. Okay. Komt-ie. Ja, als ik terug kon in de tijd, dan wel met jou. En dan? Ik heb je zo lang niet gezien, hoe is het nou? Rio! Hallo! Hoi! Hoe is het? Ja, goed met jou. Heb je nou je zin? Ja, zeker wel. Ja? Ja. Oh, jullie doen aardig je best hier. Ja, moet wel, hè. Maar is dat allemaal al op? Moet dat maar bijhouden. Maar is dat allemaal al leeg? Ja, is allemaal leeg. Maar met hoeveel zijn jullie dan? 1, 2, 3, 4, normaal 7. 7? Ja. Dat is niet normaal, joh. Ja, maar jij moet er wat? Blaas is?
Nee, dat wordt met de taxi hoor. Ah, oh, dat geeft niet. Was het toch wel van plan? Rio! Ja! Het is gewoon het is gewoon een heel optreden hier, hè? Ja, top, jongen. Ja. Wat is dat je dochter? Het had kunnen zijn. Nee, oh, nee. Je kent haar helemaal niet. Ja, natuurlijk wel. Ja. Rio! Hey vriend! Ja, ja, ik geniet toch? Ja, je geniet. Unity TV brengt gewoon sfeer hier in de stad. En toch een beetje sfeer in Leiden, ja. Niet alleen sfeer, de positieve vibe. Het gaat om de vibe. Dus zomer, zo hard het zomer te zijn. En nu kan je alles vergeten. Maar je staat wel heel dicht bij de boksen. Ja, maar omdat ik geniet. Ik ben aan het dansen met iedereen. En op die manier dansen. Jullie hebben al gedanst. Ja, wij wel. Ja. Laten zien. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Restaurant City Hall.